klaar zijn. Nou. Ja! Ja, lekker hoor. Yes. Welkom bij een nieuwe Review Recap. Met vandaag de meest recente KPN-TV-ontvanger, de RSVIP 5202. Nieuwe KPN-TV-klanten kennen hem wellicht al en nu hebben ook drie fanatieke Tweaker Community members 2 weken lang flink wat tv gekeken met dit nieuwe kastje. En hun ervaringen in uitgebreide reviews beschreven. Voor iedereen die even geen tijd heeft om het allemaal te lezen, bespreken wij hier even kort de highlights. Handig hè? En dit zijn onze reviewers. Onze reviewers vonden hem verrassend klein en licht en installeren bleek een piece of cake. Dit kleine apparaatje kwam met alle benodigde kabels, dus Tweaker King of Kamikaze hoefde zijn eigen kabelspaghetti niet uit te pluizen. Opstarten en configureren ging zeer snel, dus de ontvanger was binnen no time gebruiksklaar. Wel had Tweaker Niek Luinge graag een ontvanger met draadloze wifi-verbinding gehad, dus dat zal wellicht een verbeterpuntje kunnen zijn voor de toekomst. Die snelheid bleef trouwens ook in het gebruik niet onopgemerkt. Met vernieuwde hardware zoals een verbeterde processor en meer geheugen bleek de vertrouwde interface een stuk prettiger te navigeren. Reviewer Kaspars vond het zelfs een wereld van verschil en toonde ons een creatief gifje van zijn soepele menus. Over menus gesproken, daar is nu ook alle tv en on-demand content op één plek te vinden. Ook de afstandsbediening viel in de smaak, daar is de layout van de knoppen onderhanden genomen. Die heeft nu een directe Netflix-knop en is naast het standaard infrarood vernieuwd met een Bluetooth-verbinding. Dit tot vreugde van King of Kamikaze, die hem nu in zijn tv-meubel kon wegwerken. Reviewer Niek Luinge ondervond Bluetooth niet echt als een meerwaarde, maar desondanks vond hij ook de afstandsbediening bijna perfect. Een flink speerpunt van de nieuwe tv-ontvanger is de ondersteuning van 4K, maar ook High Dynamic Range en Dolby Atmos voor alle content-liefhebbers. De ontvanger lijkt hier meer voorbereid te zijn op de toekomst, want onze reviewers merkten op dat bijna al onze huidige traditionele tv-zenders hier nog niet klaar voor zijn. Gelukkig bieden streamingplatforms als Netflix, YouTube en Amazon Prime Video wel al ondersteuning voor deze technologie. Dus daar haalde ons testpanel zijn gram in deze donkere dagen. Volgens Niek Luinge draaide dit prima met Netflix en King of Kamikaze dook eens lekker de films in en beleefde een spectaculair beeld. Wel gaven Kaspars en Niek Luinge aan dat ze voor gebruik van een paar andere apps, zoals Plex of Disney Plus, vanwege compatibiliteit naar hun tv moesten uitwijken. Onze reviewers hebben 2 weken lang vierkante oogjes kunnen ontwikkelen door hun kijkplezier met de nieuwe tv-ontvanger van KPN. Misschien is het leuk om ze zelf nog even kort hun bevindingen te laten samenvatten. Hey jongens. Ja, alles wat je nodig hebt of nodig kunt hebben zit er eigenlijk bij in. Zeker als je al een oude ontvanger hebt, dan is het een kwestie van je gebruikt eigenlijk dezelfde stroomadapter. Verder is ook bij mij echt opgevallen dat de snelheid van deze nieuwe ontvanger een stuk beter is dan de oude Aris ontvanger van KPN. Ik heb bij de test ook even gebruik gemaakt van de zoekfunctie. Wat me daarbij opviel is dat je bijna in alles kan zoeken wat er maar beschikbaar is. Dus als je bijvoorbeeld een tv-programma intypt, dan krijg je je eigen opnames te zien die je hebt gemaakt van het tv-programma. Ook dingen van Netflix en van een eigen pluspakket. Alles komt gewoon in één venster tevoorschijn. Dat is, vind ik heel handig. Zoals je hoort zijn onze reviewers flink bezig geweest met deze nieuwe tv-ontvanger. Dit kleine kastje bleek namelijk makkelijk te installeren en een stuk soepeler in de navigatie. En al zijn de huidige zenders er wellicht nog niet helemaal klaar voor, kun je met streamingdiensten als Netflix, Amazon Prime Video en YouTube in ieder geval uit de voeten met de 4K, HDR en Dolby Atmos via de tv-ontvanger van KPN. Dank voor het kijken, check de uitgebreide reviews van dit testpanel op de site en tot de volgende Review Recap. Doeg!